springt. Oh, hallo! Die Slipdeckeren bent. Niet bewegen! Ah, oh! Wat is dat? Oh, van wie neem je een foto, Paco? Oh, iets in het water daar heeft mij gestoten. Hm? Oh, kijk eens. Oei, oei, wat is dat? Het lijkt wel een groen beest. Oh, maar ja. Weet jij welk dier groen is en zwemt? Ik ben er zeker van dat het een supermooi en zeldzaam dier is. Wacht, ik neem er een foto van. Hè? Een groen beest dat ook nog zwemt? Maar het is misschien een krokodil. Weet jij soms wat het is? Oh, maar wat was dat? Ik weet het. En jij? Een groen dier dat zwemt, dat uit het water kan en dat kwaak doet. Kwaak. Wacht even. Ik zal je een hint geven. Kwaak. Kwaak. Ja. Kwaak. Kwaak. Het is geen krokodil. Ik weet het niet, hoor. Help jij me? Kwaak. Hé, een kikker. Kijk, daar is zij. Daar is zij, mevrouw de kikker. En nu mooi lachen. Wauw, zag je die sprong? Hé, hey, kijk eens. Ze wil dat waar volgen. Dat moet toch prachtig zijn als je zo kunt springen, vind je niet? Ik zou ook graag zo hoog kunnen springen. Oh ja, ook zo hoog. En ook zo ver. Hop! Yahoo! Oh, het lukt! Ik ben Paco, bong, bong, bong! Bong! Yahoo! Nookie, Lola, mevrouw de kikker! Hey, Paco, maar hoe doe je dat? Dat is echt super! Ja, ik ben Paco, bong, bong! Paco, bong, bong, kom nu maar. Ik kom! Bom! Stop nu maar met zo te springen, Paco. Mevrouw de kikker wil ons iets laten zien. Ik wil het ook wel zien, maar ik kan niet stoppen met sprongen te maken. Oh! Help me! Oh! Ik wil stoppen met springen! Wat moeten we doen? We kunnen hem toch zo niet laten springen. Onze Paco is een kleine ezel. En kleine ezels springen niet. Maar natuurlijk, dat is de oplossing. Wanneer we namen vinden van dieren die springen, zal Paco misschien weer stappen zoals onze Paco. Hmm. Kom aan, proberen we het? De kikker die springt. De springhaan springt. Ah ja, de kangoeroe die springt. Nu jij. Welk dier springt er nog zoal? Ik zal je een hint geven. Dat lijken de oren van Paco. Maar nee, een Paco springt toch niet? Maar een konijn wel. De kikker, de springhaan, de kangoeroe en het konijn springen. Maar kleine ezels niet. Oh, 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 oh. Het is een beetje vreemd om te stappen. Ah, dat is beter. Kom eens kijken, Paco. Mevrouw de kikker heeft een verrassing. Oh, die kopjes. Dat zijn de baby's van een kikker. Ze zijn zo lief. Vind je niet? Oh, ah, jawel. Maar in hun plaats zou ik nu genieten. Want eens als ze kikkers zijn, en moeten rondspringen als hun mama. Oei, oei. Vrees ik dat het nog zeer vermoeiend wordt. Oh.